بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته beste broeders en zusters. Zoals jullie de afgelopen dagen hebben gezien in verband de belediging en spotprenten richting onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam is mij ook heel veel berichten gestuurd van beste broeder. Je laat niks van je horen betreft de sportprenten en beledigingen van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dat klopt omdat ik ook in Marokko bezig ben met de stichting en wij hier onze broeders en zusters aan het helpen zijn. Op dit moment heb ik een gaatje gevonden om natuurlijk ook de broeders en zusters toe te spreken hierover. Beste broeders en zusters, wat kan ik zeggen? Het enige wat ik kan zeggen, beste mensen, is we moeten de adviezen van onze grote geleerden volgen. Want broeders van kennis hebben grote geleerden gebeld en hebben advies gevraagd omtrent hoe we hiermee om moeten gaan. En de grote geleerden geven hier aan dat wij kalm moeten blijven. Wij moeten kalm en rustig blijven. Voor ons is het een hele grote beproeving. Want wat je alle tijd krijgt te horen van verschillende mensen is, vooral jongeren die boos zijn, van we moeten gaan demonstreren, we moeten gaan rellen, we moeten dit gaan doen, we moeten agressief zijn, we moeten keihard terugslaan en et cetera, et cetera. Nee, dat is niet wat de grote geleerden ons adviseren. En zeker niet onze profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. De grote geleerden haal hier aan dat wij de voorbeeld van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam moeten volgen hoe hij met dit soort situaties omging. Want de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam was in zijn tijd ook beledigd. Zoals de geleerden hier aangeven is, hij is bij zijn kraag gepakt, hij is bespuugd, hij is van alles uitgemaakt. Hij is uitgemaakt van leugenaar, tovenaar en ga zo maar door, subhanallah. Maar toch had de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hier geduld mee. Want hij wist dat hij werd beproefd door Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom heeft hij altijd geduld getoond. Hij heeft nooit, maar dan ook nooit, wraakacties genomen. Hij heeft nooit mensen terugbeledigd of teruggeslaan of mensen onthoofd wat anderen beweren, de niet-moslims. En gaan we zomaar door. Absoluut niet. Dit zijn allemaal leugens. Maar dat, wat ik al zei, dit was ook in zijn tijd. Maar juist had de profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn tijd, had hij hier geduld over. En hij werd ook beloond door Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat hij geduld heeft getoond, werd hij beloond door Allah subhanahu wa ta'ala. En zo zie je maar, de dag van vandaag zijn de miljarden moslims dankzij hem, alhamdulillah, moslim geworden. Waarom? Door zijn gedrag. Door zijn geduldheid en door zijn barmhartigheid en door zijn vriendelijkheid naar de mensen toe. Maar subhanallah, ik kan het best voorstellen dat de niet-moslims en vijanden natuurlijk jaloers op hem zijn. En daar van alles aan doen om hem natuurlijk zwart te maken en om natuurlijk ook islam zwart te maken. Maar wij moeten hier niet in trappen, beste mensen. Dat is mijn advies ook richting jullie toe. Wij moeten rustig blijven op dit moment. Wij moeten hetzelfde doen zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gedaan, geduld tonen. En hij is gewoon doorgegaan met zijn da'wah. Toen hij beledigd werd, hij liet die mensen zich beledigen, hij liet het gaan. Hij dacht, ga maar beledigen, doe maar wat jullie willen, ik heb Allah en voor mij is Allah genoeg. En dat moeten wij ook denken op dit moment. Wij hebben Allah subhanahu wa ta'ala. En wij moeten ons toevertrouwen. Wij moeten ons vertrouwen richting Allah mensen geven. Wij moeten geduld tonen richting onze Heer. Wij moeten geduld tonen tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Want Allah subhanahu wa ta'ala is met de geduldigen. En diegene die geduld heeft zal beloond worden, beste mensen. Want met demonstraties en rellen, daar bereik je totaal niks mee. Om deze mensen die dit doen, die spotprinten maken, die tekeningen maken, je moet ze geen aandacht geven. Ook de leraren op school, wat ze doen, geef ze geen aandacht. Totaal niet. Het is het beste wat je kan doen, mijn advies, is om juist, zuster, jij die geen hoofddoek draagt, draag vanaf nu wel een hoofddoek. Broeder, jij die geen baard draagt,
Weet je, dragen nu wel een baard. Want morgen als je naar school gaat of naar je werk gaat, zeg je, hey, waarom draag ik opeens wel een baard? En waarom draag ik opeens nu wel een hoofddoek? Ik moet zeggen, de aanleiding daarvan is de beledigingen van mijn profeet. Is hier de aanleiding toe, waardoor ik meer ben gaan praktiseren en mezelf richting de profeet, sallallahu alaihi wasallam, zijn manieren, zijn zachtaardigheid, zijn goedheid wil praktiseren. Kijk, en dan ga je hun pijn doen, want dat zullen ze dan niet verwachten, begrijp je? Zij denken dan van, hè, door die sportprenten zijn hun zichzelf gaan veranderen, subhanallah. En daarom, dat is de beste manier om dit soort mensen, de tekenaar, de sportprenten, die mensen die dit soort dingen doen, om hun terug te pakken, om de sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam voortaan te volgen en te praktiseren. Zo pak je dat soort mensen, maar niet met geweld en demonstraties en ga maar zo door. Weet je, sommige mensen, subhanallah, het klinkt heel hard, maar hij zegt, ja, maar ik hou van de profeet, ik moet dit zeggen en ik moet dat doen en ik moet dit doen. Terwijl je niet eens bidt, subhanallah. Terwijl je niet eens bidt. Weet je? Hoe kan je dan zeggen dat je van de profeet sallallahu alaihi wasallam houdt? Je praktiseert zijn sunna niet eens. Hoe kan je zeggen dat je van hem houdt dan? Ja, ik hou van hem in mijn hart. Beste broeders en zusters. Neem jezelf niet in de maling. Als je echt van de profeet sallallahu alaihi wasallam houdt, ga dan praktiseren. Keer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala en volg zijn sunna en breng het ook naar buiten. Huh? Dat is wat je moet doen. Dat is mijn advies richting mijn broeders en zusters. Ja? Want die demonstraties, die rellen of die haatreacties of die scheldpartijen, een hele dag op Facebook of op social media zoeken naar dat soort mensen om terug te schelden, om rare reacties te geven, om boze reacties te geven, daar bereik je niks mee. Dat is wat ze willen, dat is wat ze zoeken. Hè? Die boosheid, die agressie. Weet je wat de mensen kunnen zeggen? Zie je, die moslims zijn wel zo. Laat het gewoon gaan. Doe je ding. Ga je tijd beter benuttigen. Ga je tijd benuttigen om mensen te helpen. Want wallah, we hebben genoeg arme broeders en zussen, zieke broeders, die onze hulp nodig hebben. Ga je energie en tijd daarin steken, subhanallah. Ga je energie en tijd niet insteken in mensen die de profeet sallallahu alaihi wasallam willen beledigen en ons boos willen maken. Laat hun gaan, laat ze hun dingen doen, subhanallah. Laat ze, wij hebben Allah, subhanahu wa ta'ala. En zolang je deze mensen geen aandacht geeft, dan zullen ze ophouden. Dat zweer ik je. Dan zullen ze ophalen. Dan zullen ze zeggen van, oh, die moslims kun je niet beledigen. Die moslims kun je niet boos maken. Maar zolang wij aandacht geven aan hun, ja, dan zullen hun doorgaan. Beste broeders en zus. Dus waarom barakallahu fikum, keer terug naar Allah, weet je. En volg de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Want daar pak je hun het hardste mee, subhanallah. En daar laat je ook zien dat je echt van jouw profeet houdt, subhanallah. Geen, ik wil niet te lang, ik wil het hierbij laten. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons geduld te schenken, ons kracht te geven. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons straks te herenigen met onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam in de hoogste rang van het paradijs, namelijk al-Firdaws al-A'la, om ons te herenigen met hem en zijn metgezellen. En dat we daar inshallah straks kunnen genieten samen met hen. Amin ya rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.